Zo, hele goede. Ja, morgen is het nog. Vanaf de Finca. Hè. Het is, de dag is alweer aangebroken. Het is vandaag alweer de laatste dag dat Gert bij ons logeert. Die gaat aan het einde van de dag weer naar Malaga en daar vandaan weer terug naar Eindhoven. We hopen dat het terugweg sneller gaat dan op de heenweg. Kan ook licht, maar dat gaan we straks weer meemaken. Ja, dan hopen jullie zullen misschien wel afgevraagd hebben, waar heeft Gert eigenlijk geslapen? Want jullie hebben nog niks klaar. Nou ja, we hebben voor de gelegenheid onze eigen slaapkamer soortgelijk gebruiksklaar gemaakt. Zoals jullie weten is die natuurlijk nog lang niet af, maar we hebben daar ons bed tijdelijk neergezet en tijdelijk even ingericht, zodat wij s'nachts zelf in onze eigen slaapkamer konden slapen. En dat Gert de caravan voor zijn eigen alleen had, dus zo hebben we ons eigen een beetje gered. Het staat op een tentje, dus ik denk dat dit, en helemaal met deze temperaturen, toch gelukkig de beste oplossing geweest is. Maar goed, nou is het verhaal weer ten einde en dan moet alles weer teruggesleept worden. Dus neem niet zo heel veel mee heen en weer, maar toch het bed weer en de persoonlijke spullen. Dus we blijven lekker aan het verhuizen. Nou, zoals jullie weten is hij natuurlijk nog lang niet klaar in de slaapkamer, maar we hebben wat dingetjes klaargemaakt voordat Gert kwam, zodat we hier fatsoenlijk konden slapen. We hebben natuurlijk ons bed neergezet, ons nieuwe bed, wat nog in de opslag stond. We hebben het kozijntje achter me erin gezet. Er zit nog wel geen glas in, maar we hebben er wel een vliegenhorretje voor gemaakt. Nou ja, goed, je ziet achter me stopcontactjes in de muur en een vliegengaasje voor de deuren van buiten. Lichtschakelaar en we hadden zelfs televisie, dus het was prima vertoeven die 10 dagen. We hebben nog het luik in het trappengat gemaakt. Dat is een oude deur die tussen de woonkamer en de badkamer zat. Die heb ik op maat gemaakt. Dat was sowieso al het plan om die daar in te gaan maken. Dus dat zijn wat klusjes die we naar voren gehaald hebben de afgelopen dagen. En natuurlijk ook niet zonder reden de badkamer. We hebben daar ondertussen de toiletpot op staan en het is tijdelijk. Maar twee voordelen. Ten eerste konden we dan hier naar het toilet toen we hier sliepen. En nu Aline natuurlijk hier aan het werk is, die kan hier beneden nu ook naar de wc zonder naar boven naar beneden toe te lopen. En dat is gewoon allemaal een stukje gemaakt. En dat waren allemaal klussen die toch al gedaan moesten worden. En het was of dit of boven een stuk grondvlak maken en een tent opzetten en de boel daar voor elkaar maken. Voor Gert, 10 dagen is toch best wel een heel poosje, dus dit was de beste oplossing. En we hebben gelijk weer een hele pracht klusjes vlak gemaakt, dus win-win situatie. Maar we gaan hem weer leegruimen, zodat we hier weer verder kunnen met opknappen de komende tijd. En we gaan zelf onze intrek natuurlijk weer nemen in de caravan. Maar missie geslaagd. Zo, en natuurlijk de slaapkamer en de badkamer is niet het enige wat we aangepast hebben, wil ik niet zeggen, maar aangepakt hebben eigenlijk. Hè. Daar zit Aline, want we sliepen natuurlijk in onze eigen slaapkamer en dat was eerst het kantoor van Aline. Dus dat hebben we ondertussen verplaatst hier naar de woonkamer, zoals jullie zien de muur achter me die we gemetseld hebben. En redelijk opgeruimd al zeg ik het zelf. We kunnen hier weer fatsoenlijk lopen. We hebben de boel lekker schoongemaakt en opgeruimd. We hebben nu hier in de keuken tijdelijke opslag van wat bouwmaterialen en gereedschap natuurlijk. Maar dit is hartstikke goed te doen zo. Zeker. Dus totdat het kantoor klaar is, dan kan Aline hier haar werk doen. En dan verhuizen we het weer naar kantoor. En dan gaan we hier weer verder. Pa, 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 pa.
Zo, een hele goede morgen weer vanaf de Finca. Hè. Ik sta hier op de zijkant van het huis. We gaan weer verder waar we gebleven zijn. Gert is ondertussen terug naar Nederland. Die heeft de gang daar weer te pakken. En wij gaan hier ook weer verder. Het zijn met z'n tweeën. Ik ga verder met het kantoor. We hebben natuurlijk toen Gert was de vloer nog gestort, zoals jullie hebben kunnen zien. Die is ondertussen een eentje heen uitgehaard. Die heeft even de tijd gehad om rustig te kunnen drogen. Dus daar ga ik dan ook mee verder. Verder gaan we, ook niet helemaal onbelangrijk, verder met het brandhout. Ondanks dat de mussen nog steeds van het dak vallen, is het ook alweer juli. De tijd gaat ontzettend snel. En we moeten ook alweer voorbereidingen gaan treffen voor het winterseizoen. Ongeacht dat het hier niet zo, wel niet zo vreselijk koud wordt in de winter, althans vorig jaar niet. Is het toch wel heel lekker om 's avonds de open haard aan te kunnen hebben. Onze planning is nog steeds dat we rond september, oktober onze intrek gaan nemen in de Finca. Dus ook de open haard gaan gebruiken. We hebben hier mega veel achterstallig onderhoud, mag ik wel zeggen, in de boomgaard. Er staan heel veel dode bomen tussen die er sowieso tussen uitgezaagd moeten gaan worden. Hè, zodat de gezonde bomen weer voldoende water en voedingsstoffen kunnen pakken. Ook een stukje brandgevaar natuurlijk. We kunnen niet alles in één keer, maar zoals pas hebben we hier natuurlijk al een stuk gemaaid. We werken elke keer een stukje door naar beneden. Ik heb natuurlijk op de caravanplek al heel veel doodhout weggehaald, wat jullie toen gezien hebben. Dat ligt hier nu achter bij de aanhanger opgestapeld. Ik heb toen wel gelijk gesorteerd, dik en dun. Dus dat is een dingetje wat we eigenlijk komend weekend willen gaan tackelen. Vast een voorraadje aanleggen voor ons haardhout. En in ieder geval een beginnetje maken. Ik heb hier, toen we hier net kwamen, al een paar bomen weggehaald die vreselijk op ons omvallen stonden. Dat ligt hier al te drogen. Dus een beginnetje hebben we al, maar nog lang niet genoeg. Achter me zie je ook de IBC staan. Ja, de befaamde IBC's. Die hebben hun doel wel voldaan, laten we maar zeggen. Eén IBC heeft eigenlijk continu in de aanhanger gestaan om water te transporteren, hè, van ons vorige huurhuis hier naartoe, tijdens de bouw. Ondertussen hebben we natuurlijk onze eerste waterleveringen gehad in de kelder en dat blijft voorlopig ook zo. Dus daarvoor heb ik ze niet meer nodig. De andere IBC stond hierboven bij het pad. Daar lieten we hem inlopen zodat we hier beneden waterdruk hadden. Hè. Dus die was ondertussen leeg, die hebben we opgemaakt en... Toen Gert hier nog was, hebben we die samen naar beneden gebracht. Je ziet ze daar een verdiepingje lager staan. Daar hebben we ze vast neergezet, zodat Aline en ik ze straks makkelijk op zijn plek kunnen krijgen. We moeten daar een stukje vlak gaan maken. En het idee is om daar straks het regenwateropvangsysteem op uit te laten komen. Dat hangt hier nu nog, ik zal het even laten zien. Ja, met een zwembadslang, hè. Dat is een tijdelijke oplossing. Die slang die hangt daar, zodat we die... In de vulpunt van onze wateropslag kunnen doen, zodat het daar dan in zou gaan lopen. Dat is even provisorisch zo gemaakt, omdat we een aantal weken geleden best nog wel regen voorspeld kregen, maar er is eigenlijk nagenoeg niks gevallen, dus niet gebruikt. Maar de bedoeling is dat daar straks een PVC-leiding door de grond heen komt, die aan gaat sluiten op die IBC's. Zodat we daar de moestuin en de kruidentuin, noem het allemaal maar op, mee van water kunnen gaan voorzien. En hetgeen wat overblijft, dat pompen we terug de put in. Het systeem was natuurlijk zo, hè, zoals jullie gezien hebben, die buis liep hier door de deur van het kantoor heen eigenlijk. Op een andere manier krijgen we het op dit moment eigenlijk ook niet makkelijk klaar dat het gelijk in de kelder terechtkomt. Plus dat we nu een extra voordeel hebben. Er komt natuurlijk nog best wel een beetje kamelenzand mee, een beetje rommel van dak af, blad, noem het maar op. Dat bezinkt nu mooi in de eerste IBC voordat het naar de tweede loopt. En als we het dan gaan overpompen de kelder in, dan hebben we eigenlijk tamelijk schoon water. En dat houdt de kelder ook een stuk schoner. Dus wat er gaat vallen, de hoeveelheden, dat weten we nog niet precies. Afgelopen regenseizoen heb ik toch in korte dagen vrij veel water opgevangen. Dus dit wordt een seizoen van proberen en aanpassen. We gaan ook nog proberen om een gedeelte van het water wat over het pad heen stroomt op te vangen. Maar goed, daar later
later er meer over. Maar dat zijn wat klussen die de komende tijd ook op de agenda staan. Die een beetje parallel lopen aan het verbouwen. De prioriteit is natuurlijk het kantoor klaarmaken. En dan gaan we verder waar we gebleven zijn binnen in het huis. We gaan verder met de badkamer, het toilet, noem het dan maar op. Maar zat te doen. We gaan gauw beginnen. We hebben best wel een hoop vragen binnengekregen over het geluid wat je soms in onze video's hoort. In onze vraag en antwoord video was het vooral heel goed te horen, het krekelachtige zanggeluid. En het is oorverdovend en je hoort het hier overal. Het is een beestje wat je hoort. Het heet een cigalus en in Nederland noemen we het cicaden. Of zangcicaden. En het is een soort van krekelachtig beestje met vleugeltjes. Ik heb hem proberen te filmen, maar elke keer wil ik hem filmen, dan vliegt hij weg. Dus ik heb een foto toegevoegd. Het is een beestje wat dit geluid begint te maken vanaf 25 graden. Als het donker is hoor je hem niet en bewolkt hoor je hem ook heel weinig. Maar zo gauw het zonnetje begint te schijnen en het boven de 25 graden is, hoor je hem overal. Ze zitten in de olijfbomen hoofdzakelijk. En als ze die niet kunnen vinden, zitten ze in de amandelbomen. Het is een oorverdovend geluid en het heeft ook wel weer wat. Welkom terug op de Vinca. Ja, zoals je ziet staan we op de parkeerplaats. En achter me zie je een hele stapel hout liggen. Allemaal sprokkenhout. Bomen wat we omgezaagd hebben. Takken wat we weggehaald hebben. En dat moet allemaal in kleine stukjes gezaagd worden. In onze huurvinca hebben we ongeveer 6 kuub brandhout gebruikt de afgelopen winter. En ik denk een zak of 6 aanmaakhout. Uiteraard willen we dat nu niet gaan kopen. Vorig jaar moesten we het wel kopen. Ja, daar hadden we natuurlijk geen bomen die we om konden zagen. We hebben genoeg dode bomen op het land staan en willen voor onze eigen warmtevoorziening zorgen deze winter. Alleen, het is nu juli, het duurt nog even. Maar het moet altijd nog even drogen voordat je het op kan stoken. Dus vandaar dat we aan de gang gaan. Daar zijn we weer, bij het kantoor. Zoals je ziet, Marcel is nog druk bezig. We gaan nog even lekker verder. En ik ga ondertussen het filmpje maken, dus jullie zien het nagenoeg weer live. We komen ook aan het einde van deze video. We hopen weer dat je het leuk vindt. Vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat vooral reacties achter, vragen achter in het commentaar hieronder. Hartstikke leuk vinden we dat, ook om te beantwoorden en te doen. Abonneer op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Heb je het al wel gedaan? Super tof. We zitten bijna op 800 abonnees, dus we groeien lekker. En dan zeggen we weer tot de volgende keer.